De krapte op de arbeidsmarkt begint nu echt problematisch te worden in sommige bedrijfszakken. Een kwart van de ICT-bedrijven zegt minder te kunnen produceren door een gebrek aan personeel. Al sinds begin 2015 heeft de sector last van personeelstekorten, maar dat wordt nu dus steeds nijpender, zo blijkt het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook andere sectoren kampen met tekorten. In de horeca, de industrie gaat het om 1 op de 10 bedrijven, in de bouw om 7,5%. De koopwoningen in grote steden als Amsterdam, Utrecht en Groningen raken op. De huizenprijzen zijn daar enorm gestegen en er staan nu steeds minder huizen te koop. Voor veel mensen zijn die hoge huizenprijzen niet meer op te brengen. Dus trekken ze de stad uit en zoeken ze ergens anders in de regio een huis. Na jaren van crisis en zware bezuinigingen komt er weer meer geld de schatkist in dan er uitgaat. Onze economie draait als een malle. Vorig jaar hielden we al 3 miljard euro over, zo blijkt vandaag. En de komende jaren wordt dat alleen maar meer.